maken ze die Farah Sterrenshow. En hier is uw ster, Willem Ruis. De danser, de zanger, de clown, de bassist. Voor ieder soort artiest heb ik een zwak. De man die het doek haalt, de streekhumorist. Het is één pot nat, ze horen bij het vak. Eén bonte stoet van vreemde makelij. De hemel zij gedankt, ik hoor erbij. There's no business like show. Business like no business I know. Vader zei, ach jongen, wat begin je? Moeder had een soortgelijk geluid. Zelf denk ik ook soms, wat verzin je? Maar het zit in je, je moet eruit. There's no people like show. People, they smile when they are low. Ook wanneer de hele boel je tegenstaat. Je het liefste show achterwege laat. Als de klok op even half negen slaat, verdomd, dan komt er een show. Het hoedje, de smoking, het buurthuis, de top, de man met de harmonica op straat. Publiek en muziek, het succes en de flop, het is één hetzelfde doel waar het om gaat. En wie een keer de mist is ingegaan, begint de dag daarop van vooraf aan. There's no business like show, business like no business I know. Neem alleen maar even onze tweeling, je had al sfeer wanneer dat stel bewoog. Geef ons maar de ruimte, geef ons speling. Het wordt een streling voor ieder oog. There's no people like show, people they smile when they are low. Het is een vak waar de koepel, het zeil van de tent. Het was 20 keer een soort van tweede huis. De sterren van Broadway, beginnend talent. Wie binnenkwam, die voelde zich hier thuis. Het maakt niet uit waar het kunstje wordt vertoond, zolang het met applaus maar wordt beloond. There's no business like show. Business like no business I know. De kleinste sterren willen stralen, want je leeft van glitter en van glans. Ieder wil zijn slot applausje halen, in een finale heb je de kans. There's no people like show, people they smile when they are low. Vraag het de komiek, vraag het de onderman, dat is er toch zo bijzonder aan. En je hoort dat leven was geen donder aan, als het moest zonder een show, werd woest zonder een show. De Sterrenshow geeft mensen een kans. De eerste kans is daarvoor de eerste koppel van vanavond, Pierre! Brenda van der Heijden en Gerald Sandel uit Den Haag dekten vanavond het spits af. Brenda zit al jaren op holschaatsen en haar vriend voetbalt met Gerald. En zo werd een nieuw nummer voor de Sterrenshow geboren. Brenda is wat vroeger kleuterleidster heette en oefent in haar vrije tijd thuis met haar zusje. Gerald studeert voor leraar lichamelijke opvoeding en zijn toekomstige leerlingen kunnen hun borst nat maken. Want bij de repetities bleek het een doorbijter te zijn. Net als de twee andere koppels van vanavond nemen ze samen de eerste ronde voor hun rekening. En mochten ze daarmee doorstomen naar de volgende ronde en de geldprijzen, dan staat het voor Brenda al vast dat het gewonnen geld verdwijnt.
verdwijnt in haar huwelijksfeest dat binnenkort gaat plaatsvinden. Hoe meer geld, hoe langer de sleep. We duimen voor haar dat het een sleep wordt van hier tot Gunder. Gerald gaat er gewoon van op vakantie. Wat ons betreft wordt het de reis van zijn leven. Maar eerst moeten zij samen de kans waarmaken die de sterrenshow heeft. Op muziek uit de Starlight Express kijkt Nederland naar Brenda van der Heijden en Gerald Sandel. Sterrenshow waarin mensen de kans krijgen om één keer de vloer van de Sterrenshow te mogen gebruiken als rollerskaterbaan, rolschaatsbaan. U weet het, omroepen doen er alles aan om in de gunst van u thuis te komen. Zo heb je de trots die iedere maandag vol spanning, want wij zitten er thuis met z'n allen naar te kijken, vooral ook op te wachten wie de opsteker van de week krijgt. Een merkwaardig begrip, tenminste ik ken het als jongen. Met Rotterdamse vrienden als een heel ander begrip. Maar er zijn toch allemaal heren die opstekers krijgen bij de Tros op maandagavond. Vandaar dat wij dus als VARA niet konden achterblijven. En hier zit een mevrouw met daarnaast een meneer. En die gaan krijgen de opvlieger van de week. Luister even naar Pierre, dan wordt het geheugen opgefrist. Pierre, ga je gang. Ja, ja, Willem zei het al. De opvlieger van deze show is weer Amerika. Florida voor twee personen. De blauwe vogel van onze koninklijke gaat u weer heen vliegen. Althans, u kent het motto, noem de prijs en win deze fantastische reis. Kijk aan. Nou, het genoeg heb ik met mevrouw Barend. Mevrouw Barend en meneer Barend. Ja. Er zijn meer Barends, hè, de radio ook. Hoe bent u aan het bedrag gekomen? U weet er zeker van dat het goed is natuurlijk. Ik heb niet meer noemen met wie u belt heeft. Mag niet, want anders plak ik u de mond dicht. Want we moeten weer gaan afplakken. Hè. Ik heb gebeld met onze nationale luchtvaartmaatschappij. Mag u ook niet eens meer zeggen. Mag dat ook? Er is er maar één. Oh. Dat is de nationale. Ja. We krijgen inmiddels wel, dankzij mevrouw Smit-Kroes, steeds meer maatschappijen die regionaal gaan vliegen. Dus wat dat betreft heeft ook de VARA en de televisie een grote toekomst als het gaat om programma's maken. Maar wij mogen de nationale verder niet noemen. Dus dat doen we dan ook niet meer. Vandaar dat de mevrouw die daarbij werkt, die hebben we dus een roze pak aangegeven zodat ze niet te herkennen is. Ze staat hier naast me. Vroeger was dat Monique. Nu is het Carla. Dag Carla. Die is ook niet werkzaam verder bij het bedrijf. Maar daar gaat hij. U gaat naar Florida met z'n tweeën. Ooit in Amerika geweest, maar Barend? Nee, nooit. Is dat de dochter ernaast?
Jij ook niet? Het is voor twee personen, dus het zal ook niet doorgaan dan voor je. Ah, nee hoor, maar dat komt misschien wel goed. Nou, noem het bedrag. 2795 gulden. Per persoon, rondreis naar Amerika, naar Florida speciaal. Ik hoop dat u heel gelukkig wordt. U had dat op de kaart gezet. Monique, was het vroeger, ik vergis me ook steeds. Carla, onthul het even. Daar gaat hij. Enig pak, ze. Heel leuk pak. Ja, de winnaars van een vliegreis. De opvlieger van de week. Ja, gaat naar meneer en mevrouw Barend. En ook jij van harte gefeliciteerd. Veel plezier in dat prachtige land.